Natuur in de stad is het thema van de jaarlijkse IVN-tentoonstelling voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen. IVN is onderdeel van de stichting Natuurhuis Almelo. Vrijdag werd hij geopend in het Hagenborggebouw met uitzicht op de plek waar het Natuurhuis zal verrijzen. Het thema van de tentoonstelling is dit jaar Natuur in de stad. Dus we hadden het eigenlijk gekozen omdat er een film zou uitkomen en die komt ietsje later uit. En ja, het is echt wel een heel actueel thema. Ja. Natuur in de stad, is dat niet een contradictie, een tegenstelling? Nee, langzamerhand zie je dat het platteland toch steeds minder te bieden heeft voor beesten. En ze komen hier naartoe en dan vinden ze hier eigenlijk ook wel hun kostje bij elkaar. Henk Jansen deed dit jaar de openingsact. Ik weet niet of u het doet herkennen. Let maar eens op, waar ik ook werk, er ontstaan knotwillingen. Bij de kinderboerderij, de Schelvorst, het Wevershuisje. Nou zie ik hier in de etalage een groot aanhangbord staan van Kern met Pit. Wat wil dat zeggen? Nou, Kern met Pit is eigenlijk een van de heidemaatschappij. En daar kun je dus opgeven dat je iets wil gaan doen met een heel aantal mensen in de buurt. En onze uitdaging was dit jaar dat we een tentoonstelling wilden wat moderner maken. En we wilden dus toepanelen hebben. Ja, we hebben dat eenmaal zo genoemd en dat blijft zo heten. Maar het zijn eigenlijk gewoon losse panelen. Die kun je aan alle kanten aan elkaar zetten. En daar zitten dingen op waar kinderen ook een beetje zelf wat kunnen doen. Want een beetje schrijven, ja, dat doen ze op school ook wel. En het is ook wel leuk dat je wat kan doen. Want dat is de charme van het IVN. Dat vind ik wel. Ja, natuur kun je eigenlijk alleen maar beleven met je handen. Denk ik. En je zintuigen, denk ik? Je zintuigen, gewoon dat je bezig bent. En het mooiste is als je bijvoorbeeld een dennenappel zelf in je hand kan hebben. En dat je zelf kan voelen en ruiken en zien hoe een dennenappel is. En, ja, en dan zelf over nadenken van waar het bij hoort. Dus dat een eekhoorn die kan eten, de zaadjes eruit kan halen en het kan eten. En dat die zaadjes op de grond kunnen vallen, dat het een boompje wordt. En, ja. De hele kringloop ook, hè? Ook de hele kringloop, ja. De tentoonstelling Natuur in de Stad is open voor het publiek op de zondagen 15 en 22 oktober van 2 tot 5:30.